11 Friese gemeenten ontvangen mijlkoers aan 4 miljoen euro van het Rijk om huizen te bouwen in de dorpen. Dat maken de provincie tongensdie bekend in de trije dorpen in Kolmersweg. Wat kan die dorpen hier concreet mee? Die kan nou de verzorging dat die wentebouwplannen gerealiseerd worden. Dat ze een stukje betelbaarder worden. Dat die onredabele top en justies minder wordt. Ja, dat betreft ik echt dat ik een plak waar we juist staan in Kolmersweg. Ja, ik trok in kind, maar die wentebouw die juist ik voor die dorpen zo wichtig is om die vitaliteit en die leefbaarheidscourant te houden. Bij de succesvolle aanvraag draagt het Rijk voor de helft de financiële tekorten op bouwprojecten bij. De orenhelden zullen gemeenten zelf financieren moeten. Maar het is Friesland die uitnamen van halve gemeenten de aanvraag. Hier in Den Waard kan ook gebouwd worden bij de oude Bodkeskwallen en ook het Froskterrein in de Westrein kan ook verder. Maar ook orenplannen in de regio. Bijvoorbeeld Kolmersweg, daar zit een tekort op van 90 toeren. Nou ja, van die 90 toeren kunnen we nog 44 toeren, kunnen we vanuit de WBL. De oren zullen uit de voorziening, dus die zullen we bij de gemeente zelf dragen. Maar daartoe kunnen we het wel betaalbaar houden, ook voor in het dorp. En dat is heel bewichtig. En dat we in het dorp de betaalbaarheid heel vast houden kunnen. Wij zijn ons er wel bewust van dat als wij hier wat willen in Friesland, dan maar wat mooi met kort doen. Nou, dan maar we respect hebben voor de omvang hè, en de uitdagingen die in de grote steden binnen. Maar ik eer geen maten voor die Lietse dorpen. Nou, daar hebben we kwartelijk in capiteren hoe mooi met kort. Nou, dat bewust. Wij als dat eerder wel. Dus ja, laten we nou de lobby ik vier in het collectief, want dan zie ik dat het rendeert. In totaal gaat het om dik zo'n 100 wenningen die het nou bouwd worden kennen. Er is orlier oelis om deze deal met Rijk vooral gingen. Kan dit een terugbraak wijzen in het wenningtekort? Dit kan een terugbraak daarin worden, want als dan bijvoorbeeld just in, dat we nu in Friesland voor 2030 met zo'n 1000 wenden zitten, stel we zo dat we 2031 nog een keer doen en in de gemeente zo wat meer willen en de oren misschien wat minder, dan zoest er in deze setting, dus in het dorpen, maar ook in dus natuurlijk dus kern en in dus stedengebieden, dan zullen we daar die extra zo'n 1000 daar nog een keer realiseren kunnen.